Dit is mijn gearbox. Het heeft 3 voorversnellingen en 3 achteruitversnellingen. Er zit een koppeling tussen om het mogelijk te maken om te schakelen. Dat is de eerste versnelling. Tweede versnelling. De derde versnelling. Dus de koppeling werkt tijdens het schakelen. Dus dat is de eerste versnelling. Dit gedeelte is voor ze achteruit. En laten we stellen dat dit achteruit is. Ga ik nu terug naar de voorwaarts en dan zie je dat hij omdraait. En nogmaals, terug naar ze achteruit. En vooruit. En wederom heb je vooruit heb je weer 3 versnellingen. Dus de eerste versnelling vooruit, tweede versnelling vooruit. Derde versnelling vooruit.